Nou ja, we hebben als uitgangspunt gekozen dat als we op gras gaan voetballen, dan trainen we op gras. En als we thuis spelen, dan trainen we op kunstgras. Nou, we hebben een uitzondering gemaakt voor de winterperiode, waarin het veld echt moeilijk bespeelbaar was en ook moeilijk te onderhouden. Dus, maar nu, met dit weer, lekker op gras, dan is er niet veel mooiers. Ik las deze week een citaat van jou, dan is dat het afwachten of dat citaat exact klopt, maar dat gaan we zo merken. Maar daarbij zei je, we hebben dat rechtstreeks inblijven hebben we nog steeds niet helemaal uit ons hoofd gezet. Nee, nou, ik heb het zelfs ingeleid met de opmerking dat we vorige week niet eens gevierd hebben dat we niet rechtstreeks gedegradeerd zijn. Dus dat is een feit. En het tweede is, daar doel jij op. Ja, er zijn nog 4 wedstrijden met nog 6 punten te gaan. En wij moeten de laatste wedstrijd tegen Vitesse. Dus ik ben niet zo van het rekenen, maar dat betekent wel dat je je gewoon bij je werk kunt houden. En vertrouwen hebben in de dingen die we kunnen. En dat gaan we ook doen. Dus we gaan naar Breda te spelen om proberen te winnen. En anders niks. Andere kant dus wel. Een van die wedstrijden bijvoorbeeld is ook nog Ajax uit. Dan is het weinig reëel om te denken dat je nog 12 punten toch pakt. Nee, maar zo denk ik ook helemaal niet. Maar ik ga niet denken aan punten halen. Dat probeer ik al anderhalf jaar tegen beetweten hier naar je uit te leggen. Wij kunnen ons alleen maar concentreren op ons werk. En wat het aan het einde van de wedstrijd oplevert, dat zien we dan wel. En wat dat in vergelijking met tegenstanders betekent, dat zien we ook wel. Want daar zijn we nog steeds van afhankelijk. Daar kunnen we niet omheen. Vorig jaar hadden jullie een geweldig slot van het seizoen natuurlijk. En met een opmars die zijn weerga niet kende in de nacompetitie. Bang is niet het juiste woord. Maar je hebt nu kans, als je vanuit de Eredivisie komt, dat je net aan die andere kant van de medaille zit. Wat kun je als trainer doen om dat te voorkomen? Daar niet over te praten. Op het moment dat het onafwendbaar is, of in mijn ogen lijkt, dan zal ik de gesprekken daarover starten. En tot die tijd hebben we alleen maar competitiewedstrijden te spelen. En dus spreken we ook alleen over competitiewedstrijden. Je hebt wel een team waar de spelvreugde vanaf straalt. Ja. Je zei net al even, sommigen vinden het misschien wel leuk om die extra wedstrijden nog even te spelen. Ik denk dat ik sommige spelers er toch van moet verdenken dat ze ze bleven zoveel plezier aan het voetbalspel dat ze het misschien wel leuk zouden vinden om ook die na-competitie weer te spelen. Dat zijn zaken die eventueel later spelen, maar het geeft wel aan hoe deze ploeg in elkaar steekt. We hebben bijvoorbeeld deze week op één dag bijzonder zwaar getraind. Dan wil ik de 2 dagen daarna wat gas terug nemen. En dat heb ik dan ook gedaan. Maar ik moest wel alle zeilen bijzetten en de training gewoon voortijdig afbreken. Omdat er zit zoveel plezier in en zoveel spelintelligentie. Dat nodigt ook uit tot gas geven. Tot de 10e macht. En dat doen ze ook. Dus dat heb ik wel terug moeten fluiten. Maar het is wel een feest om op die manier te werken. In hoeverre kun je al bezig zijn of mag je al bezig zijn met je nieuwe werkgever? Nou, een dag voor de wedstrijd sowieso ben ik daar niet mee bezig. Dan praat ik daar ook niet over. En op alle andere dagen van de week, meestal al in het begin van de week, dan doe ik daar in mijn vrije tijd wat aan. En daar merkt niemand wat van. Je hebt met sommige van de jongens waar je nu mee werkt ook vandaag weer al langere tijd samengewerkt. Zijn er nou een aantal bij waarvan je zegt, daar zou ik wel nog langer mee samenwerken. Dan begrijp je gelijk waar ik op doel. Nou, als het in relatie tot NEC is, dan doe ik geen uitspraken over spelers. Niet die hier spelen, niet die elders spelen. Dus ook niet bij NEC. En als je het gewoon in algemene zin wilt stellen, dan zou ik met de spelers waar ik nu mee werk mijn hele leven kunnen werken. Maar in het algemeen, nog 1 keer proberen te vissen. Zijn er bepaalde spelers die je mee zou willen nemen naar NEC zonder dan namen te noemen, want ik begrijp dat dat niet kan? Nee, ik praat daar niet over. Dus ik zeg ook niet, ze zouden erbij kunnen zitten, maar ik zeg er helemaal niets over. Nu niet, nooit niet.